kennen. Nee, ik ben wel een dansje. Dimitri Tivajos, een van de broers van het populaire DJ-duo Dimitri Vegas en Like Mike, is vandaag getrouwd met zijn vriendin Anouk Maton. Voor mij was 2017 echt wel, denk ik, tot nu toe mijn meest onvergetelijke jaar, omdat ik getrouwd ben met deze mooie man. En hij heeft dus ook een ring, vanaf nu. Hij moet er wel wat aan wennen. Ja. He's mine. Enjoy the evening. Thank you for being with us tonight. Een van de meest onvergetelijke momenten van mijn trouwdag is natuurlijk zo het moment dat ik zo walking down the aisle, zeggen ze dat. Voor mij de mooiste momenten is vooral alles zo ongeveer voor 10 uur, wat ik me nog kan herinneren. Zo. Dat is... De bedoeling was om met de mensen die veel voor ons betekenen samen te komen en Ibiza delen met onze geliefden. Zij wou traditioneel de nacht voordat we gingen trouwen niet samen slapen. Dus ik moest eigenlijk in een aparte kamer in het huis ergens gaan slapen. En ik zat in mijn kamer en ik was ineens aan het denken, ik zeg, ja, wie gaat er nu morgen draaien? Ik ben eigenlijk tot 5 uur s'nachts nog muziek beginnen bijeenzoeken. En ik heb uiteindelijk, denk ik, hoe lang heb ik zelf gedraaid? 5 uur of zo? 70s, 80s, 90s, dat is echt gewoon echt... De Connemara? Ja, ik denk, als er nu ene is dat ik s'morgens van opstond, dacht, ja, dat ben ik vergeten, dat was het een idee. Maar voor de rest, denk ik, is echt letterlijk alles gepasseerd. Op Tomorrowland in Boom was het de beurt aan de Vlaamse Anouk Maton. I love her! In het begin had ik eigenlijk wel veel moeite met alle negatieve kritiek die ik kreeg. Dat ik alleen maar draai of alles heb dankzij hem. Make some noise for Maton! Ja, ik vind vooral zo de dingen dat mensen niet echt beseffen hoe hard zij zelf daarmee bezig is. Want je leest dan soms zo'n commentaar van oh, Dimi heeft die set voorbereid. En ik zoiets heb van oh, wauw, eigenlijk ik heb daar weinig mee te maken. Ik zou misschien af en toe eens zeggen aan de set van oh, schatje, die plaat of die plaat, dat vond ik echt niet goed. Maar voor de rest... De populaire Vlaamse DJ's Dimitri Vegas en Like Mike zijn de meest gestreamde Belgische artiesten in ons land. Muziek blijft nog altijd het belangrijkste, maar we zijn films aan het schrijven, zijn ideeën voor series aan het schrijven, zijn een tekenfilmreeks aan het schrijven. We hebben een rol in Patser die eraan komt dan in het begin van het jaar. Op dit moment ben ik 2 keer in de week acteerlessen aan het volgen. Dialectcoach om eigenlijk een feilloos Amerikaans accent te kunnen hebben als het moet. All right, boys and girls, listen up for a second. My boy right here wants us to listen to some music. So I'd like all of you to pay attention, all right? De eerste keer dat ik dat zag, vond ik echt zot dat er zelfs meisjes waren die begonnen te wenen als ze Dimi of Mike zagen. Allee, ik snap dat wel, maar... Mocht jij ook wel wenen als je mij ziet? Zo... In het begin had ik daar eerlijk gezegd een beetje moeite mee, als er zo'n 100 meisjes rond hem hingen voor foto's. Maar nu... Nee. Ik heb echt zoiets zoals ik zei. Een ringheid van mij. Show me your love and I'll show you.